Benold Nieuwesteeg, promovendus aan de Erasmus Universiteit. Wat is je onderwerp? Ik ben inderdaad promovendus aan de Erasmus Universiteit en ik kijk onder andere naar de meldplicht datalekken en cyberverzekering. Eigenlijk hoe we op een slimme manier kunnen samenwerken om kennis te delen op het gebied van cybersecurity. Hoe is het wat jou betreft in de zorg gesteld met de cybersecurity? Nou, wel veel datalekken, vaak in de zorg. En het lastige van de zorg is eigenlijk dat als er een datalek gebeurt, dat er meteen de gegevens die op straat komen ook meteen ernstig zijn. In veel gevallen. En dat betekent dat het extra belangrijk is om goed te encrypten. Goed die meldingen ook te doen. Maar ook goed te kijken, maar wanneer moeten we nou patiënten wel en niet informeren? Dat is heel belangrijk, want iemand onnodig op angst jagen dat de gegevens zijn gelekt, dat zorgt eigenlijk ook alleen maar voor ruis. En dan voorkom je dat mensen actie nemen op het moment dat het wel echt nodig is. Vind je dat zorgorganisaties hier alert genoeg op zijn? Lastig te zeggen. Ik denk dat het landschap best wel verschillend is. Sommige zorgorganisaties zijn heel goed bezig met cybersecurity. Andere organisaties die kunnen nog wat meer doen. En ik denk ook dat het daar weer belangrijk is dat er organisaties die echt best practices ontwikkelen. Van hoe kunnen we nou op een slimme manier onze cybersecurity organiseren. Dat die ook hun kennis gaan delen met organisaties die misschien wat minder ver op weg zijn. Heb je nog concrete tips waar zorgbestuurders vandaag mee aan de slag kunnen? Nou, dus echt leren van elkaar. Ik denk dat het heel belangrijk is dat eigenlijk veel organisaties niet weten dat heel veel manieren om organisaties cyberveiliger te maken tegen nog redelijke kosten, want dat is ook belangrijk, dat heel veel manieren al in de markt bestaan. Dus eigenlijk zou ik willen zeggen, kijk eens even bij je collega zorgorganisatie, laat hem ook bij jou kijken hoe je cybersecurity organiseert. Want het is niet iets wat je core business is waar je op je echt concurreert, want het is eigenlijk iets wat we allemaal belangrijk zouden moeten vinden. Dus kennisdeling is heel belangrijk. Durf je zelf nog naar de dokter, sinds je meer weet over cybersecurity? Nou, af en toe bibber ik wel, maar dat is meer om de reden waarom ik naar de dokter ga. Ik denk dat mensen best wel naar de dokter durven. Ik durf zelf ook wel naar de dokter en naar de tandarts. Maar ik denk dat het wel inderdaad belangrijk is, zeker als je met het onderwerp bezig bent, dat je ook niet te bang laat maken, niet te angstig laat maken, maar wel gewoon nog je dagelijkse dingen blijft doen. Dankjewel.